Oprecht. Wat heb ik de afgelopen 2 dagen gedaan? Nou, niet zo heel veel boeiend. Ik denk dat je heel veel van dit soort beelden had gezien. Afgelopen woensdag heb ik namelijk een dikke Keeping Up with the Kardashians marathon gehouden. Echt van 's ochtends vroeg tot de middag. En toen kwam in een comment de aanrader om Touching the Void te kijken. Omdat ik zo van bergbeklimmen docu's hou en zo. Die was goed trouwens. Echt kijken, die was echt super goed. Dankjewel voor de aanrader. Gisteren was ook niet zo boeiend. Dus je hebt oprecht niks gemist. Maar ik vind het gewoon echt heel gezellig om tegen je aan te kletsen. En gewoon een beetje, ja, huishoudelijke dingetjes te laten zien en whatever. We gaan de dag beginnen met lauwwarm citroenwater en een workout. Ik heb mijn kleren al aan. Woehoe! Ik heb gisteren al een workout gedaan. Ik ben niet vroeg gaan slapen. Maar het is nu wel 8 uur. Dus het is wel gelukt om... ja, niet doodmoe vroeg op te staan. En dat betekent dat ik goed uitgerust ben en onderweg ben naar een normaal ritme. OMG, het is 7:30. Wow. Naast het citroenwater ga ik ook nog even dit opeten. En dan knallen we met de workout. Siempre te llevaré. Tengo un coro de zacatao y pila de cual. Un coro de zacatao y pila de cual. Un coro de zacatao y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por pila. Un coro de zacatao y pila de cual. Un coro de zacatao y pila de cual. Un coro de zacatao. Pila de cual, cuarto, cuarto, cuarto por y pila de cual, 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 y pila, cual, pila de cual, 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 y pila de cual. Yes! Als je een beetje van kruiden in je eten houdt, dan is dit hoe je bananenpannenkoeken pimpt. Een klein beetje zout erbij, kaneel uiteraard. En venkelzaad en kardemom. Gemalen venkelzaad en gemalen kardemom. Goddelijk. Probeer het eens. Ai, ai, ai. Ik heb om 11:00 een koffietje. Ik moet daar naartoe lopen. Heb ik een kwartier voor nodig. En ik heb nog niet ontbeten. En ik moet douchen en opmaken en mijn haar doen. Dit is hoe je dan pannenkoeken maakt. Ik heb er gewoon alles in gegooid. Het hele beslag. En dan doe je dit. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Trouwens, wat zou er gebeuren als je dit echt met pannenkoekenbeslag doet? Oké, dit is de status van de bananenpannenkoeken. Het zijn een soort van pannenkoekkruimels of zo. Whatever. Het ziet er gewoon niet smakelijk uit, maar ik denk dat het wel goed smaakt. Oké, dit is wat ik aan heb. Een trui van And Other Stories. Ze hebben kleding met supermooie materialen. Daaronder heb ik mijn vintage jurkje aan. Die ik nu dan gewoon als rokje gebruik. En mijn boots van de Primark. En die ketting is uit Hongkong. Ik wilde net de deur uitgaan toen ik gelukkig op mijn telefoon keek en de afzegging zag. Ik heb zelf ook in de communicatie gewerkt. En het kan, ja, ik had een koffietje met mijn oud-collega's. En ik weet gewoon hoe het is als je letterlijk over 5 minuten de deur uit wilt. En iemand komt naar je toe. Oh my god, we have a problem. Dus het maakt helemaal niet uit. Het is vrij gebruikelijk dat dit gebeurt in de communicatie. Betekent wel... dat ik, ja, eigenlijk al klaar ben om te filmen. Oeh, kan ik meteen door. Heb je wel eens voor de grap elke cent, letterlijk elke cent, die er binnenkomt en die eruit gaat in een Excel gezet? Ik kan niet meer. De video over hoe spaar ik een groot budget bij elkaar heb ik nu dus voor de 4e keer opgenomen. Oh, 2 keer omdat hij niet wilde focussen op mij. Hij vond de plant blijkbaar knapper. 1 keer heb ik per ongeluk een soort van semi-goede versie heb ik verwijderd. Dus ja, de laatste versie heb ik nu opgenomen. En die is een stuk minder energiek dan de eerste versie. Maar ik hoop dat je het toch nog steeds leuk vindt. Ik ga nu maar eens eten. Dit is mijn lunch. Restjes van het avondeten. De rijst en de tahoe. En de salade heb ik er vers bijgemaakt. Dit is gewoon tomaat, komkommer en witte kaas. Ik ga even naar het winkelcentrum. Want ik moet echt een nieuwe SD-kaart hebben. Ik moet Olaf terugbrengen. Dat je dus gewoon hier schaafijs moet hebben. In zijn buikje. En het werkt gewoon niet. Ja, dit ga ik dus terugbrengen. En ik moet een pakje voor Stefan wegbrengen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb me even omgekleed. Ik moest me toch omkleden voor die video. En daarna had ik geen zin meer om dat jurkje aan te trekken. Ik heb aan een heel chill vest. Met een, ja, die rits is eigenlijk hier. Zo. Dus als je hem zeg maar dicht hebt, dan loopt die rits hier zo. Maar ik draag hem nu open met een gestreepte top van de Zara volgens mij. Deze is van de Forever 21. Heel oud. En dan heb ik daaronder een legging. Deze had ik ook aan in de vlog van Jiu Jai Go. Ik heb trouwens de meest... hoe zeg je dat?
ontoepasselijke legging aan voor de mensen met wie we samen reizen. Vrij oude Chinese mensen. Maar ja, ik had nog een maillot aan en ik had geen zin om die uit te trekken. Dus nu is het volgens mij iets bedekter. En daaronder gewoon de Primark booties. Top, echt super goede service bij de Bart Smit. Ik heb Olaf teruggebracht, helaas, pindakaas. En ik heb nieuwe dingetjes voor de meisjes gekocht. En, ik heb natuurlijk deze weer gehaald. Oh man, ik word echt blij van deze dingen. Ze voelen ook zo lekker als je bij de HEMA bent. Ze liggen zeg maar bij de uitdeelcadeautjes. Ze zijn echt toffe ballonnen. I like it. Steven is naar zijn ouders en ik ga chillen met Shannon. Shannon is het zusje van Nadine. Ik denk dat je dat wel kan zien. Ja. Oh, wow. En ze is, ik mag haar geen hipster noemen, maar dat zeggen alleen echte hipsters, toch? Ik vind haar outfit echt te dope. Dus ik moest hem gewoon echt eventjes laten zien. Kijk dan. Echt heel, heel vet. Dus Shannon en ik gaan nu chillen. Shannon is trouwens een visueel genie. Wat is jouw opleiding? Audiovisuele media. Audiovisueel, ja. En ze heeft ook echt aanleg voor mooi beeld en zo. Dus ik heb eigenlijk alle mooie dingen heb ik allemaal van Shannon geleerd. Woehoe! Dit is ons eten voor vanavond. De welbekende linzensoep, denk ik zo ondertussen. Ik heb hem aangevuld met huttenkezen en voor mij nog wat peper. Ik heb al eens op mijn Instagram verteld, en je kan ook een foto terugzoeken, dat ik ernstige last van acne had. Ik denk dat het je niet ontgaan zal zijn dat ik nog steeds acne-littekens heb, maar het gaat nu zoveel beter. Maar Shannon die zegt dat ze ook nog eens de oplossing voor de perfecte huid heeft gevonden. Retinol en, wat is het? Zo Medical van Dr. Obagi. Ik heb sowieso al eerder super goede verhalen over Dr. Obagi gehoord. Dus ja, Shannon is zo lief geweest om een pad voor me mee te nemen. En wat retinol, wat ik zo meteen op mijn huid ga doen. Dus ik ga eerst even mijn huid schoonmaken. Oké, ik heb de... Dit is de Sebatrol pad, toch? Dit is de Sebatrol pad, ja. Van... van dat. Zijn Obagi. En je kan ze zeg maar door midden knippen. Ja. En dan kun je er twee keer zo... Want eigenlijk, dit is een halve pad. En Shannon, schoonheidsspecialist, had haar een super goede tip gegeven om het... Door de helft te knippen. En je moet volgens mij rond je mond moet je niet doen. Nee? Oké. Okay. En je moet ook even uitkijken bij dit stukje bij je neus. Ja, bij je neusvleugels. Ja, daar moet je ook een beetje uitkijken. Oh, het voelt een beetje minty. Ja. Het begint een beetje te tintelen. En heb je neus? Het ruikt wel best wel heftig, moet ik zeggen. Nee, maar vooral echt hier uitkomen. Hier niet. Dit stukje moet je uitkijken. Oh, dit. Bij je mond doen. Oh, ik weet al precies. Ja. Oké. Okay. Mag ik je verhaal vertellen? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Hallo. Shannon, die heeft dus heel lang last gehad van, ja, acne, net zoals ik. Daarom kan ik het ook vertellen, want we zitten in hetzelfde schuitje, om het zo maar te zeggen. Ja. En je zou het niet zeggen als je haar huid nu ziet, hey, want hallo, het is gewoon... Nee, kom. Nee, sorry. Je huid is echt glowy. Come on. Dit is echt perfect skin. Nou. Heel, ik kijk zo. Kijk maar. Kijk, nee, haar huid is echt, en ze had, zeg maar, hier, had ze zeg maar, op de wangen, dat is gewoon het vervelende van wat, ja, ik denk dat door een donkerder huid krijg je gewoon heel veel van die donkere vlekken, dat is gewoon echt zuur. Als je pijn krijgt, krijg je echt vlekken. Ja, en kijk hoe haar huid er nu uitziet. Maar ik heb... Kijk die glow hier. Kijk nou, dat is geen make-up hoor. Dat is echt geen make-up. Jawel, nee joh. Ik heb hier echt laag foundation op hoor. Maar... Oké, dit is de retinol. Zo. Zo'n druppeltje, dit. Ik doe het altijd... kan zo. Ook. Heb je genoeg? Denk het. Het smeurt wel heel makkelijk uit. Ja. Oh, dat Sebatrol, dat voelt echt lekker. Echt een beetje minty. Hoewel minty nooit echt heel geweldig is voor je huid. Het uitdroogt natuurlijk. Ja, dit is wel lekker. Het voelt niet al zo zacht. Ja, toch? Maar het effect is dus blijkbaar pas morgenochtend zichtbaar. De retinol heeft Shannon op eBay gekocht. Oostblok ergens of zo. Wauw. Retinol E, 10%. Oh my god, als ik morgen met bulten wakker word of zo. We gaan het zien. Jij gebruikt al 2 weken, dus oké. Ja, en dit is van Zainobachi, Sebatrol. Ja. En het zit nog in een ander potje ook, maar die heb ik niet bij Dan me. Heb je die pads. Dit, hier zit de vloeistof in en dan precies. Heb je nog de pads. Nou. Ja, en dit is echt
dit werkt echt goed om je acne weg te halen en weg te krijgen. Ja. Bij mij was binnen 2 minuten, binnen twee weken was mijn acne gewoon helemaal, gewoon bijna niet meer daar. Maar natuurlijk wel allemaal vlekken en zo. Wow. Maar dat was weg na een zeepsel. En ik had ook nog van Obagi had ik nog de face wash en de acne troll. Ja, maar ik weet, toen dit op was, toen kwam het wel weer terug. Dus ik weet zeker dat dit het was. En toen ik hiermee begon, toen was het weer weg. Ja, dus. Oké. En Shannon heeft echt heel veel geprobeerd. Zoals ik ook heel veel heb geprobeerd. Als je acne hebt, dan probeer je echt alles om het weg te krijgen. En dit heeft dus bij haar gewerkt. Ik heb dat nog niet geprobeerd. Dus ik wil dat ook eventjes... gewoon eventjes één nachtje. Natuurlijk moet je het langer gebruiken om echt effecten te zien. Maar ik heb niet echt, zeg maar, terugkomende acne. Ik heb alleen die littekens die nog... die er nog zijn. Oké, stay tuned voor morgen. Thanks, Jenne. Ik heb misschien als spuit elf iets leuks ontdekt. En ik wil het Stefan laten horen. En aan jou ook, als je het nog niet hebt gehoord. Siri, what is 0 divided by 0? Imagine that you have 0 cookies and you split them evenly among 0 friends. How many cookies does each person get? See, it doesn't make sense. And Cookie Monster is sad that there are no cookies. And you are sad that you have no friends. No friends. Zo leuk. Het is de tweede keer dat ik hem hoor. Zo leuk. Dit is Siri op de iPhone. Wij gaan zo slapen, dus tijd voor de vraag van vandaag. En dat is, zijn er eigenlijk ook bestemmingen waar je niet naartoe wil? Helle ja. Met stip op nummer 1 waar ik niet naartoe wil is Antarctica. Ik denk oprecht dat er niks boeiends te zien valt behalve witte uitgestrekte sneeuwvlaktes. En om nou alleen daar naartoe te gaan om te zeggen dat ik op Antarctica ben geweest. No, not worth it. Op nummer 2 waar ik niet naartoe wil, elke soort van jungle. Bovendien hou ik gewoon niet van een zeer tropisch, zeer vochtig klimaat. In de Caribbean trek ik het nog wel, omdat je dan... Tenminste, omdat ik toen dat ik er was, meestal op all-inclusive resorts verbleef. En daar heb je bijna overal airco. Of je hangt op het strand en dan, weet je, als het je te veel wordt, dan duik je de zee in. Maar zo echt in een bos en dan zo'n hoge luchtvochtigheid en zo warm. Dat vind ik gewoon echt zo niet chill. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet naar een jungle wil of zo. Bijvoorbeeld in Borneo of dat soort dingen. Omdat ik dat gewoon, ik vind dat gewoon niet leuk. Dus misschien dat dat ooit in de toekomst verandert. Maar op dit moment heb ik absoluut geen ambitie om dat dan te gaan verkennen. Daar bovenop. Enge beesten, slangen. No. En op nummer 3, Myanmar. Dat is even een nieuwe. En ik moet zeggen dat ik daar niet zo stellig over ben. Maar op dit moment is het... Ik vind het een beetje een hype in de backpackerswereld. Omdat dat zeg maar net een paar jaar open is. Maar ik zit dan bij mezelf te denken... Yo, dat land is gewoon... Weet ik veel hoe lang een dictatuur geweest. Ja, ik weet dat ze mooie tempels hebben bij Bagan of zo. Maar er is daar volgens mij gewoon niks te zien, om het zo maar te zeggen. En ik weet niet. Ik verwacht daar oprecht alleen maar doffe ellende aan te treffen op dit moment. Omdat het land gewoon aan het opkrabbelen is. Dus ik zou zeggen misschien over 10 jaar, maar op dit moment no. Dus dat zijn de bestemmingen waar ik niet naartoe wil. Nu ben ik eigenlijk ook wel benieuwd waar jullie niet naartoe willen. Want ik vond dit wel een hele toffe vraag. Hij had ook heel veel duimpjes omhoog, 42 of zo. Dus laat maar even weten in de comments. Ga maar hier. Doe voorzichtig, hè. Ik ga je gewoon mee naar weg. Ja, nou, dat hadden die mensen dus ook. Nu ga ik echt slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot morgen.